Ik zie het als een vlucht naar voren. Er ligt natuurlijk vanuit de provincie heel duidelijk een doel om Laren, Blaricum en Huizen te laten fuseren. En misschien op termijn zelfs met Hilversum in Gooistad. En voor veel mensen is dat een zorg. Maar ik vind die zorg niet terecht. Want je kan ook vanuit kracht redeneren en een krachtplan op gaan zetten. En te zeggen, wat vinden wij als dorp belangrijk? En als wij in een groter geheel gaan, dan moeten wij zorgen dat onze belangen behartigd worden. Ga daar aan werken, in plaats van weg te lopen. Dit is weglopen? Ja, ik vind dat weglopen, ja. De angst in hoofdletters is dat het mooie Blaricum, zoals dat er nu bij ligt, ruimtelijk en met infrastructuur en de kleine huizen en de kleinschaligheid, opgeslokt wordt in een groter geheel. En dan niks meer te zeggen is over ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Nou, als je gaat fuseren, dan moet je ervoor zorgen dat daar juist veel aandacht aan besteed wordt om die zorgen weg te nemen. En als je alleen maar naar het opslokken kijkt, ja, dan is zo'n zorg terecht. Maar je kan ook zeggen, van, nou, wij hebben iets heel moois te bieden en dat is zo waardevol dat we dat kunnen inbrengen in een groter geheel. En daar staat dat tegenover. Ik ben voorzitter van de Blaricumse Ondernemersvereniging en we zitten samen in de Gooise Bedrijvenfederatie met een aantal ondernemersclubs. En wij zien dat het belangrijk is, nodig is om samen te werken. Al is het maar om ruimte te creëren voor ondernemerschap in het Gooi. En zolang alle dorpen en steden op zich handelen, ontstaat er te weinig samenwerking in mijn optiek. En gaat er dus ook arbeidskracht verloren, die dan richting Almere gaat, waar die ruimte wel geboden wordt.